Zaterdagmorgen, 13 juli, 7:15. Omroep Zuidplas is hier in Moerkapelle. Hier werd afgelopen week een bom gevonden en die is vanmorgen onschadelijk gemaakt. Succesvol, we kunnen de bom gaan bekijken en met wat mensen spreken. Marijn de Deugd, kraammachinist die de bom vond. Bedankt voor het redden van een ramp in de gemeente Zuidplas. Ja, bedankt. Ik was dinsdagavond was ik aan het graven nog met de machine. En toen voelde ik iets. Toen dacht ik eerst dat er steen was. En de tweede keer dat ik daar op dezelfde plaats pakte, had ik dus die bom in de bak liggen. En wat gaat er dan door u heen? Ik denk, ja, wat heb ik nou toch in de bak? Een steen is het niet, want de contouren van een steen die zijn allemaal rond. En dit was langwerpig en puntvormig. Ik denk, zeg tegen mijn collega, ik zeg, dat is volgens mij een bom. Ik zeg, ik leg hem daar aan de kant. Ik zeg, dan gaan we de uitvoerder bellen. Ik zeg, want ik kom niet goed. En toen bent u eigenlijk ook gelijk van uw bom weggestuurd? Wij zijn er gelijk allemaal weggegaan, ja. Ja, je blijft er niet bij staan, want je weet natuurlijk niet wat zo'n ding doet. Hè. Vond u het eng toen u hem aantrof? Nou, het is de eerste keer. Ik zit al 40 jaar op een graafmachine en de eerste keer dat ik zo'n bom eigenlijk in de bak heb. En ik hoop er nooit meer in de bak te hebben. René Ravenstein, teamchef van de politie in Zuidplas. Een ongewoon grote operatie deze week? Ja, kan je wel zeggen. Met name de duur daarvan ook. Hè. We vinden daar een 500 ponder, ligt keurig nu in het voertuig. Met heel veel belangen, heel veel diensten die hierbij betrokken waren. En heel veel belangen ook die hiermee gediend waren. Dat betekent een serieuze zaak. En dat betekent ook een behoorlijke inzet van al die diensten, maar ook van de politie. Wat is dan uw taak deze week geweest als klein politieteam? Moet je dan toch dat enorme gaan managen? Ja, goed, we hebben daar natuurlijk ook wel andere mensen voor buiten ons team. Maar we hebben het met hoofdzaak met eigen team gedaan. En vandaag hebben we ook heel veel mensen uit het district gebruikt om dit hele gebied vrij te houden. En onze voornaamste taak is ook geweest bewaken en afzetten. En dat is allemaal gelukt vandaag? Ja, prima. Nee, is prima gegaan. Keurige samenwerking ook met alle diensten die erbij horen. Je moet je voorstellen, weg, water, lucht. Alles moet vrij zijn, los van wat andere diensten doen. En dat is een prima samenwerking gegaan met iedereen. Dit was toch wel een soort van uitzonderlijke situatie vanwege die leidingen in de buurt lagen. Wat zijn dan de uitdagingen die u daarin hebt als politie? Nou, kijk, op zich niet zozeer. Mijn eigen processen, die in dit geval bij de politie horen, in zulke soort gevallen, die hebben daar niet zoveel mee te doen. Wij moeten zorgen voor een goede afzetting. Wij moeten zorgen dat alle hulpdiensten bereikbaar kunnen zijn op de plek waar het nodig is. Wij hebben niet zozeer te maken met de bom aan zich. Daar gaan anderen weer mee. Pijpleidingen, daar gaan andere diensten over. Natuurlijk de gasunie, elektriciteit, dat gaat over Tennet, de wegen. Daar zitten wij natuurlijk wat meer mee te maken. En zo waren er heel veel diensten hierbij betrokken. Dus onze taak is dan vooral om het gebied af te schermen, af te zetten en zorgen dat er niemand in het gebied komt die daar niet hoort. Burgemeester Gert-Jan Cats, op dit vroege tijdstip in Moerkapelle. Normaal ligt u nu nog in bed, denk ik? Ja, zeker op zaterdagochtend. Een bijzondere dag vandaag. Uw agenda zal de afgelopen week wel flink door de war geschud zijn. Ja, zoals het vaker gaat met de agenda van de burgemeester. Maar daar ben je ook burgemeester voor, om juist dit soort calamiteiten ook te kunnen begeleiden. En hoewel het vooral ook dit incident door de hulpdienst is gedaan. En je als burgemeester uitsluitend op de hoogte wordt gehouden en heel af en toe een klein besluitje moet nemen. Maar het is vooral de hulpdienst die dit soort incidenten afwikkelt. Wat is uw idee van hoe het vanmorgen is gegaan? Nou, we zijn bijzonder tevreden. Alles wat we van tevoren voorbereid hebben, dat liep goed. Er was een goede afstemming over tussen de diensten onderling. Van Rijkswaterstaat tot Luchtvaartdienst tot ProRail en nou, alles wat erbij betrokken is. En om 6:30 exact kon er dus begonnen worden. En dat gaat met militaristische nauwkeurigheid. Met het ontmantelen van de bom. En dat was 13 minuten later gebeurd. Maar wel met de mededeling dat hij echt flink op scherp stond. Dat de slagpen ook echt al dicht bij het kruit is geweest. Bart Vecht, u bent eigenlijk de leider van dit hele proces geweest de afgelopen week. Dat klopt. Ik ben de coördinator van dit proces. Ja. Dat heet officieel leider van de COPI, toch? Ja, leider van het gecoördineerd overleg ter plaatse van het incident. Wat is uw functie geweest afgelopen week? Wat heeft u gedaan? Nou, ik heb ten eerste alle partijen bij elkaar geroepen. En hebben we vooral beeld gevormd. Heel erg met elkaar aan tafel gezeten om te kijken van wat de belangen van iedereen zijn. Waar de veiligheidsissues zitten. Die bij elkaar gebracht. En daar een plan van aanpak op gemaakt. En het was een vrij complex vraagstuk, hè? Nou, voor ons was het een heel complex vraagstuk. Dat had te maken met de moeilijkheid. Veel partijen betrokken. En dat maakt de afweging vooral complex. Hè. We hebben ongeveer met 15 partijen aan tafel gezeten. En die hebben allemaal hun eigen belangen en veilige veiligheidsissues. En die moeten gecombineerd worden. En daar moet je een gezamenlijk plan van zien te maken.
En u moet dan voorkomen dat er scheve gezichten ontstaan? Ik moet inderdaad zorgen dat er scheve gezichten ontstaan en dat er natuurlijk een veilige leefomgeving ontstaat. En het is nu achter de rug. Wat was het plan voor morgen toen u hierheen kwam? Wat had u in uw hoofd? Wat moest er vandaag gaan gebeuren? Vandaag moest het natuurlijk gewoon vlekkeloos verlopen. Dat is ook gebeurd. Maar heel concreet was het inventariseren of iedereen zijn proces veilig was. Dus of de A12 was afgesloten, of het spoor stil lag, of de gasleidingen leeg waren. Nou, op een gegeven moment heb ik van iedereen de go gekregen dat dat zo was. En na de ruiming was het weer het zijn veilig geven. Dus eigenlijk was het vrij simpel, maar dat kwam vooral omdat de voorbereiding goed en gedegen was. Dus u bent tevreden over de aanloop en de dag vandaag? Ik ben uitermate tevreden. Dank u wel. Dank u wel. Peter Zaal, explosieve opruimingsdienst. Bom gevonden. Was dit een routineklusje voor jullie? Absoluut geen routineklus. Zeer complex. En dat heeft voornamelijk te maken gehad met het groot aantal spelers waar we hiermee te maken hebben. Onder andere de GasUnie, de snelweg A12, het spoor, de rivier de Rotte. En daarnaast ook nog eens het luchtruim van Rotterdam de Heek Airport. Kunt u in 2-3 zinnen vertellen hoe dit vanmorgen gedaan heeft? Nou, de ontsteker is op afstand verwijderd van de bom. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat het personeel van de EOD dus niet op de bom zat toen de ontsteker werd verwijderd. Alles is nu achter de rug. Wat gaat er met de bom gebeuren? Ja, de bom gaan we nu transporteren naar Wassenaar. En daar op het strand zal hij gecontroleerd tot ontploffing gebracht worden. En dat levert een mooie klap op? Dat gaan we zo meteen zien. Dank u wel. Top. Dank u wel.